Pokigrong en omgeving in het district Borkopondo krijgt op initiatief van Graman Albert Aboikoni een landbouwproject van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Volgens kapitein Albert Jeru is het project voor iedereen van Borkopondo. Het enige waar de plaatselijke gemeenschap voor moet zorgen is een goede locatie voor het project, zegt de kapitein. Eigenlijk LVV nog bij Abnoan faciliteit naar boven Suriname. Maar dan ook voor het project uit de LVV moest voor Abiwan Presi, PAOD en voor de project de San uit. Eerst begin naar Pokigrong, maar ook morgen fara te doro naar alle de dorpen. Minutak alle de dorpen door met faciliteiten liggen door met Pokigrong, maar alle dorpen ook niet voor a stap vanuit Pokigrong, alle de dorpen kan ik niet vinden. Adesso taki LVV actie gramman presi fu kampoti de faciliteiten en dan de faciliteiten we bedoel alla ding de facetten san LVV abi moest kondrapen. De locatie moet zodanig toegankelijk zijn voor elk onderdeel dat valt onder LVV. De Gramang heeft de specificaties gehad vanuit de regering en dat doorgecommuniceerd naar de kapiteins en basjas van Pokigrong. En de kapitein van Pokigrong dat ja, de omarm a idee voor Gramang en voor kan faciliteren LVV naar Pokigrong. We ben ook toe precies, maar ouwang dat nog kan. Ja, vanwege dat ijsung behoorlijk. Want als een grammatie je nu dat omusu kwam precies zee liba. Ja, maar grammatie je pe. Maar na onderhapen na omusu loka precies zee liba dat ook kwam precies. Zijn dit op een hoofdlandingsplaats voor Pokigrong. En na net drapen, ik ben abi a wa uruskoro de sura woning modellen. Maar tijdens de hele Binnenlandse oorlog, dan ja, ufroes ik moet drapen ka foto. Het project is volgens Jeru slechts mondeling meegedeeld, maar ze geloven wel dat het komt en zullen daarom LVV accommoderen. De plek die de kapiteins en basjas hebben aangewezen was verlaten vanwege de Binnenlandse oorlog.